Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. We gaan vandaag het derde bier van R Brewing Company reviewen. Er staan er inmiddels al twee online. We gaan vandaag de Brew Haha Wicked Weizen doen. Het is een Hefeweizen. En alweer dus de derde van R Brewing Company. Ik zeg de derde en de laatste. Vandaag stond R Brewing Company aan de deur bij mij. Met een nieuwste creatie, een Black IPA. Die officieel nog niet uit is, geloof ik. Maar wel eraan zit te komen. En ze zijn alweer met een volgende bier bezig. Een heel mooi zomers bier. Met rum erin. Dus dat wordt heel erg leuk. We gaan uiteraard het vierde biertje ook reviewen. Maar we gaan nu dus de Brew Haha Wicked Weizen gaan we doen. Het is een Hefeweizen van 5,2%, 15 IBU. En ja, de ingrediënten zijn niet heel erg gespecificeerd. Water, gerstemout, tarwemout, hop en gist. Maar een Hefeweizen is wel, klinkt heel erg leuk. Mijn favoriete glas weer voor dit bier erbij gepakt. En we gaan hem even openmaken. Ik zal je trouwens het label nog even laten zien, wat er wel best wel bruut uitziet. Er staan echt mooie doodshoofdjes op en wat afbeelding wat een beetje lijkt op Pirates of the Caribbean. Ja, leuk gedaan. Echt heel cool. We gaan hem even inschenken en dan gaan we even kijken en ruiken. Hele mooie schuimkraag erop. Een beetje gebroken wit. Mooie belletjes. Hij is vrij troebel. Je ziet wel wat koolzuur omhoog gaan. En ik vind hem niet super troebel. Voor een Hefeweizen had ik hem misschien ietsje troebeler verwacht. Maar hij ziet er heel mooi uit. Mooi kleurtje. We gaan even naar de neus. Ja, wat je kan verwachten van Hefeweizen, citrus en banaan, echt heel mooi, komt echt heel mooi terug. Ik hou echt van een goede Hefeweizen als het echt mooi weer is buiten, lekker in de zon. Echt, ik vind het echt een heerlijke stijl bier. Ja, en echt bier wat zich mooi leent voor de mooiere dagen, die zitten er weer aan te komen, gelukkig. Want het was wel een beetje shit weer de afgelopen tijd. Ja, typerend, echt mooie tarwe, ruik je goed. De citrus en de banaan, ruikt heel, heel mooi in ieder geval. We gaan hem even proeven. R Brewing Company, thanks for the beer. Oh, oké. Okay. Mooie schuimkraag ook in het glas trouwens, zoals je ziet. Hij is echt heel mooi hangen. In de neus komt heel erg de banaan als eerste naar voren. Als je hem proeft is dat ietsje minder. Dan komt juist heel erg de citrus goed naar voren. Banaan proef je wel terug, maar minder als in de neus. En
En als je de eerste slok neemt, krijg je eerst de banaan en dan komt echt die citrus, die kikt er echt in. Die neemt hem echt helemaal over. Ja, hij is echt lekker. Ik vind hem echt... echt lekker. Ja, het is echt weer, echt weer een mooi biertje. Ik denk dat ik dan deze van de drie toch echt wel het lekkerst vind. Ja. Had iets, als het echt een Hefeweizen is, qua kleur, als die iets, je kan er echt niet doorheen kijken, maar had iets troebeler mogen zijn voor een Hefeweizen, vind ik. Maar er is echt een hele mooie schuimkraag. Het kleurtje is verder prima. Al troebeler gemogen. De geur. Echt die banaan. En de citrus. En vooral in de smaak kom je de citrus terug met een heel klein beetje banaan. En je ruikt eigenlijk volop die banaan. Maar hij is echt lekker. Ja, als ik hem een cijfer moet geven, en dat moet ik uiteraard, geef ik de Brouhaha een, even denken, 3,75 uit 5. Hij zit echt wel over die 3,75 1, maar ik wil hem dan toch ook weer niet een 4 geven. Vind het een beetje lastig om hem dan gelijk een 4 te geven, maar ja, hij is echt heel leuk gedaan. Maar een 4 vind ik dan net een klein beetje te hoog. Dus ik geef hem echt een dikke vette 3,75. Echt wel, ja, meer eigenlijk een 3,8 of een 3,9. Maar een 4 vind ik dan net te veel. Dus 3,75 uit de 5, wat natuurlijk gewoon een heel mooi cijfer is. Het is gewoon vet voldoende. Ik zal onderaan de video even een linkje plaatsen van R Brewing Company. Dan kun je het een en ander terugvinden over hun. Kun je ook hun bieren gaan bestellen. Sinds kort ook verkrijgbaar in Amsterdam, bij Sterk Amsterdam. Dat is wel een van mijn favoriete bierwinkels, waar ik regelmatig bier bestel. Ja, het is toch een dingetje om vaak willen mensen toch vaak meerdere biertjes bestellen, maar dan gewoon één om te proeven. En op de website van hun was dat natuurlijk, is dat natuurlijk vrij lastig, want je betaalt dan ook nog de verzendkosten. En als je gewoon bij Sterk Amsterdam binnenloopt, kan je gewoon, staan al hun bieren en kan je er gewoon lekker eentje meenemen. Dus dat is heel mooi uiteraard. Je kan ook online bestellen bij Sterk Amsterdam trouwens. Ja, dat was hem weer voor deze review. De derde van R Brewing Company. Er komt er dus nog één aan, een Black IPA. Die gaan we ook binnenkort reviewen. En R Brewing Company, bedankt voor de bieren. Echt heel tof. Dank jullie wel. En ik zou zeggen, proost. En tot de volgende keer. Cheers.